Ik ben Jorien Temors, 23 jaar oud. Zit in de NTS, Nationaal Trainingsselectie. En onder het shorttrack doe ik alle afstanden en ben ik eigenlijk ook gewoon in alles goed. En daarnaast zit ik natuurlijk ook nog bij het lange baanschaatsen, waar ik ook de nodige prijs heb behaald. Nou ja, shorttrack vind ik gewoon een mooie sport, omdat hangen naar het ijs toe, constant die grens opzoeken, hoe plat kan je gaan, hoe snel kan je gaan. Ja, tijdens spellen te spelen met andere rijders en dat je elkaar kan irriteren, inhalen, duwen en dat maakt het net iets mooier dan gewoon alleen maar hard gaan. Nou, de meeste voldoening gewoon als alles klopt, de timing klopt, je voelt je sterk, je hebt het idee dat je iedereen kan verslaan en perfectie nastreven, dat is iets wat gewoon het mooiste is. Nee, ik denk dat het sowieso belangrijk is als sporter dat je, hoe zelfverzekerder jij over die baan loopt, hoe meer mensen gaan denken van oeh, dat is wel iemand waar voor op moeten passen. Als jij zelfverzekerd bent, straal je dat uit. Ben je dat niet, dan is dat ook gewoon te zien. Dus dat is niet iets wat je op een dag kan oproepen, maar het is gewoon niet dat vertrouwen wat je van binnen hebt, dat is iets wat je uitstraalt. Op een 500 meter sta ik echt wel aan de start met de gedrevenheid om als eerst die bocht in te komen. Maar is het een 1000 of 1500, ja, dan sta ik wel wat relaxter aan de start. Om me meer te focussen op wat andere rijders gaan doen. Gaat er iemand snel weg, moet ik meteen reageren. Dus het wisselt wel per afstand in wat voor state of mind ik ben als ik aan de start sta. Maar hoofdzakelijk probeer ik wel zo rustig mogelijk te blijven in mijn hoofd. En me echt te focussen op wat de rijders analyseren en daarop te anticiperen. Je moet gewoon ook heel slim zijn en kunnen inspelen op wat er gebeurt. En kunnen anticiperen op bepaalde acties. En uiteindelijk hoeft dan niet de sterkste of de snelste te winnen. Nou ja, uiteindelijk denk ik, als ik voor alle topsporters spreek, dat je toch traint om te winnen. En ik doe ook gewoon mee om te winnen en zeker niet voor minder. Als ik Olympisch goud heb en wereldkampioen ben, ja, dan heb ik alles gehaald.